Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën heeft onlangs een raad van commissarissen benoemd bij de Centrale Lands Accountantsdienst CLAT. Dit is een van de verantwoordelijkheden van het ministerie van Financiën in zaken de controlefunctie binnen de overheid. De CLAT is namelijk een belangrijk onderdeel van de controlefunctie van het ministerie. In de loop der tijden vanaf het aannemen van het landsbesluit zijn praktische invullingen gegeven door de CLAT aan taken die niet concreet zijn gedefinieerd of niet verder zijn uitgewerkt, zoals controle, deugdelijkheid en doelmatigheid. De Raad van Commissarissen bestaande uit Rendes Koster, president-commissaris Farhanas Houssil, Ivanda Cummingsburg, Raoul Amerikaan en Stanley Brunings zal zich richten op de verbetering en transformatie van de interne controlefunctie van de Centrale Lands Accountantsdienst bij de uitvoering van haar taken. Het ministerie geeft tenslotte aan dat met deze invulling van de governance-structuren de regering wederom een belangrijke stap heeft gezet bij het voldoen aan wet en regelgeving en het nader reguleren van de interne controlefunctie.